Vorige week blijkt ook een vrachtwagenchauffeur te zijn ontvoerd in Zuid-Holland. De politie heeft vanavond voor u beelden van de auto van de ontvoerders. Op dit moment live in de meldkamer in Rotterdam is meneer Eckers. Wat is er nou precies vorige week dinsdagochtend gebeurd? Een 22-jarige chauffeur heeft die dag, die 27e oktober, een container met ananas opgehaald in de Rotterdamse haven. Die moest hij afleveren in Strijen. Hij reed daarvoor op de N217 toen er een Volvo voor hem kwam rijden met daarin mannen met een politieuniform aan. En die gaven hem een stopteken. Ja, we hebben vanavond beelden van die Volvo. Die heeft de politie achterhaald omdat die auto een paar minuten heeft stilstaan wachten bij het Texaco tankstation aan de Provinciale Weg in Mijnsherenland. Je ziet inderdaad bij de personen in die auto een zwart-geel politieuniform. Daar zit een op het oog blanke bestuurder achter het stuur. Het bleken geen echte agenten dus, maar ontvoerders die even later op weg gaan om die chauffeur even verder op te wachten en dus dat volgteken te geven, meneer Eckers. Ja, daarbij Mijnsherenland stopte hij en dacht hij dat de mannen hem wilden controleren. Hij dacht te maken te hebben met agenten. Maar in plaats daarvan moest hij in een auto plaatsnemen. Werd hij vervolgens onder dwang meegenomen naar een donker busje. En werd hij naar de buurt van Arnhem vervoerd. Daar is hij vervolgens uit de auto gezet, gelukkig ongedeerd. En het lijkt de ontvoerders te zijn gegaan om zijn lading. Want die container die hebben een dag later helemaal leeg teruggevonden. Ja, en vanavond hoopt de politie tips te krijgen van iedereen, vooral weggebruikers dan, die vorige week dinsdagochtend misschien meer van de ontvoerders heeft gezien. En dit zijn alle plekken waar ze gezien zouden kunnen zijn. Terwijl de chauffeur vanuit Rotterdam op weg is en vanaf de A29 de N217 opgaat, staat de Volvo met de ontvoerders minutenlang bij dit Texaco tankstation aan de N217. Daarna vertrekt de auto naar deze kruising met de Vrouwenhuisjesweg, waar de langsrijdende vrachtwagen een stopteken krijgt van de nepagenten. Hij moet bij hen in de Volvo stappen, waarna de ontvoerde man wordt meegenomen. Via de Blaakse Dijk Oost rijden ze naar de Blaakse Dijk West, waar op de parallelweg een donker busje klaar staat. De auto's rijden daarna samen weer terug via de Vrouwenhuisjesweg naar de Achterweg, waar hij in de laadruimte van het donkere busje moet instappen. Daarna wordt er met hem rondgereden. Vanuit Zuid-Holland wordt de ontvoerde chauffeur naar Gelderland gereden, naar het dorp De Steeg. Daar wordt hij aan de Haverkewaard uit het busje gezet. Zijn opvallende trekker wordt gedumpt bij Heinenoord. Die wordt vrijwel meteen na de ontvoering achtergelaten op het bedrijfsterrein achter de Rabobank aan de Reedijk. Ondertussen gaat alles dus om zijn lading. Die oplegger met Maersk-container duikt een dag later op in Moordrecht. Daar wordt de container achtergelaten aan de Grote S. Leeg. Heeft u nou rond die tijdstippen op die plekken iets gezien van bijvoorbeeld die Volvo? Bijvoorbeeld bij het tankstation zijn die mannen erin misschien wel opgevallen. Of van dat donkere busje waarin de chauffeur is ontvoerd. De trekker en de lading. Neem dan heel snel contact op. En zeker mensen die met een dashcam langs al die plekken zijn gereden. Kijk even of er ruim rond die tijdstippen er iets op te zien is. Nog steeds in de meldkamer, meneer Eckers. Uiteraard onderzoekt u nog wat er nou zo interessant was aan die lading. Want het zal niet om de ananassen gaan. Die opvallende container, we zien hier een foto van die container met mogelijk de trekker die de daders hebben gebruikt daarvoor, die moeten ergens overgeladen zijn. Ja, en we weten nog niet waar. Het moet ergens tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn gebeurd, ergens in Nederland. En misschien hebben mensen dit gezien of gaat er nu een lampje branden bij mensen nu ze dit horen. En we denken ook dat de actie goed is voorbereid en dat er dus voorverkenningen zijn geweest. In ieder geval bij de plekken die nu voorbij zijn gekomen. En hopelijk is dat ook mensen opgevallen. En tenslotte is er nog een rode Volkswagen. De chauffeur die kan zich herinneren toen hij de afslag richting Strijen nam, dat er een rode Volkswagen voor hem reed die wat rare capriolen uithaalde. We weten niet zeker of die auto ermee te maken heeft, maar we willen heel graag meer weten over die rode Volkswagen. Goed, duidelijk. Dank meneer Eckers. Het is dus een heel strak georganiseerde ontvoering met veel plekken, belangrijke tijden. Op onze site staan nu alle bewakingsbeelden, alle info en alle vragen. Heeft u iets gezien of heeft u zelfs eigen beelden? Laat alsjeblieft snel van u horen.